met dubbelcabine. Dit is een Vito 114 in een middellange uitvoering. Met een redelijk luxe uitvoering, zoals jullie kunnen zien. Mooie lichtmetalen velgen, sidebars erop, donkere ramen, extra donkere ramen hier nog eens op het achterste gedeelte. We hebben bij deze uitvoering ben ooit gekozen voor een achterklep in dit geval. Kan makkelijk zijn als het regenachtig weer is, dat je eronder droog staat. Heftruck wordt wat lastig. De auto is netjes voorzien van betimmering. Voertje zit erin, de wanden zijn glad betimmerd. We hebben hier een bumperbescherming, is er ooit gemonteerd. De trekhaak en de bescherming. De auto is voorzien van parkeersensoren aan zowel de voor- als achterzijde. Bij Mercedes-Benz is dat standaard. De auto kan ook zelf inparkeren. Ook niet heel onbelangrijk tegenwoordig. Voor en achter uiteraard rondom meegespoten met bumpers in kleur. Chrome grill. Dit is de uitvoering, zoals gezegd, met de dubbelcabine. De dubbelcabine is een luxe dubbelcabine in dit geval. De armsteuntjes kunnen er tussendoor. De zittingen kunnen ook nog uitgesteld worden. Bijzonder makkelijk voor lange afstanden. Deze auto heeft wat extra's. Hij heeft een automatische airconditioning. De auto heeft een multifunctioneel stuurwiel, welke dus ook bedienbaar is. Deze 114 heeft 136 pk en is uitgevoerd met een 7-traps automaat. Dit bakje is apart destijds besteld. Is ook heel erg makkelijk met een 12 volt aansluiting, niet te vergeten. Zelfs de zonnebril kan hier nog in opgeborgen worden. Eigenlijk, zoals je ziet, een complete auto.